www.deboodschap.today. Uitbetaling van salarissen en vakantiegelden aan FAI personeel. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en het ministerie van Financiën hebben de uitbetaling van de salarissen en het vakantiegeld van het personeel van het bananenbedrijf FAI NV gerealiseerd. De vakantiegelden zouden in maart 2020 uitbetaald moeten worden en de afgelopen maand is er veel communicatie geweest tussen het ministerie van LVV en Financiën hieromtrent. Na het administratief proces is het geld gestort op de rekening van het personeel. De werknemers van FAI worden betaald volgens een prestatiesysteem. Dit houdt in dat het basissalaris wordt aangevuld met een prestatiecomponent. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.